Hey, in de vorige video heb ik je laten zien hoe we de hardware in elkaar zetten van het ESS. En we gaan nu gaan we hem configureren, we gaan hem in de lucht brengen zodat hij ook gaat werken. Daarvoor heb je nodig een interface. Dit is de MK2 naar USB interface, de nieuwe is de MK3. Alleen maar een type nummertje. USB poortje in je laptop, software downloaden. En deze kant, daar sluit je de EF45 kabel op aan die er vanaf de 3 multis komt. Dus je haalt hem even los bij de servo, steekt hem hierin en dan kun je de boel gaan configureren. Ik laat je dat zien op de laptop. De eerste keer dat je die Victrons dan nu aanzet, dus eigenlijk je sluit de batterijpower aan, zul je zien dat ze een foutmelding geven. Even kijken wat het is. Nou, je ziet hier dat alle lampjes knipperen nu. En als ik op het display kijk van de color control, dan zie je ook dat hij een fout geeft over firmware die niet goed is. Voordat je de firmware gaat updaten, moet je natuurlijk wel de tools hebben om die firmware te kunnen updaten. Daarvoor ga je naar de website van Victron. En als je helemaal naar onderen scrolt, maar er zijn ook andere plaatsen, dan kun je naar software toe. Kom je op een pagina waar je diverse software tools kunt downloaden. En de tool waar jij naar toe op zoek moet, dat is de VE Configuration Tools voor VE Bus Products. Daar zitten een aantal tools in. VE Configure, de VE Bus Quick Configure, waarmee je de installatie van de 3 multis kunt doen, zodat ze in een 3-fase configuratie komen. En uiteraard natuurlijk de firmware update tool die we nu als eerste gaan gebruiken. Je downloadt de tool, je installeert hem en dan kun je aan de slag. De firmware zelf, daarvoor moet je je registreren bij Victron via de supportpagina's van Victron. Dus even wat zoeken, maar daar kun je de firmware terugvinden voor de VE.bus producten. Dat zijn dus de multiplussen. Daarna moet je gaan zoeken op het type processor wat je hebt en natuurlijk op het laatste versie firmware wat je nodig hebt. Die kun je downloaden en dan vervolgens kun je aan de slag. Dus wat ik nou moet doen is de firmware vervangen. We starten nu de VE Flash tool op. Dat is een van de tools die je hebt geïnstalleerd bij die eerste stap. Het downloaden van een aantal utilities. En ik heb de firmware gedownload. De firmware heb ik net hier geselecteerd. We moeten ze allemaal uitschakelen. Ik pak de eerste. Dit moet je één voor één bij alle drie de apparaten doen. Wat ik je heb laten zien is dat we de firmware kunnen updaten met een speciale tool. In sommige situaties is dat nodig. Als je de Victron multiplussen in een 3-fase configuratie hebt gezet, dan zul je bijvoorbeeld merken dat er een firmware incompatibiliteit is. Die kun je alleen maar oplossen met behulp van die flash tool. Maar ook in een werkend systeem zul je soms een firmware update moeten doen. En de makkelijkste manier is om dat gewoon via het VRM-console te doen. Dat laat ik je hier even zien. Ik zit er nu in het VRM-console en ik kan een device list opvragen, waarbij ik dan dus een lijst krijg van mijn beschikbare apparaten. En je ziet hier staan firmware update. Nou, klik daar gewoon op. Gaat hij eerst eens op onderzoek van wat is er allemaal in jouw netwerk te vinden en wat is eventueel geschikt om te updaten. Je ziet nu dat bij mij de Multiplus 2 die is gereed om eens een update uitgevoerd te krijgen. Je ziet hier het versienummer van de firmware en het versienummer van de laatste firmware. Op de Victron website waar alle firmware te vinden is, vind je ook natuurlijk een lijst van de updates die er dan in die firmware zijn verwerkt. Nou, je kan hier een update van het device uitvoeren. Maar je moet je wel realiseren dat dit kan enerzijds schadelijk zijn.
Maar anderzijds zal het er ook toe resulteren dat het systeem gereset wordt en dus de spanning uitvalt. Nou, we zijn weer in de lucht. Het hele proces heeft ongeveer 15 minuten geduurd. Ik merk trouwens net in de vorige fragment dat de videokwaliteit nog steeds weer een ruk is, schokkerig beeld. Ik kan er weinig aan veranderen. Ik hoop dat het nu iets beter gaat. Nou ja, wat je hier ziet is het resultaat na de herstart. En ik mis nu een aantal onderdelen. Wat er eigenlijk bij een firmware update gebeurt, dat is dat het systeem in een default status weer wordt opgestart. En dat betekent in mijn situatie dat de ESS-instellingen compleet verdwenen zijn. Dus ik moet eigenlijk het hele systeem weer opnieuw optuigen. En om het even te laten zien wat er dus gebeurd is. Ik kan hier wel mijn remote console gewoon opstarten. Maar als ik naar de instellingen ga van het ESS-systeem. Dan zie je hier dat de ESS Wizard niet gevonden is. De instellingen voor ESS zijn niet beschikbaar. En die moet ik nu weer volledig installeren. Er zijn veel meer instellingen die nu gewist zijn. Dus ik moet echt het hele setup proces van het ESS opnieuw gaan doorlopen. Gelukkig kunnen we dat ook via het VRM scherm doen, console doen. Dat betekent overigens wel dat de servo of in mijn geval de CGX, het remote console, wel beschikbaar moet zijn. Dat betekent dus dat je in de setup van je CCGX of van je servo de ethernet of wifi instellingen geconfigureerd moet hebben. Dus in mijn geval is dat ethernet hier. Nou, ik heb gewoon weer een ethernet verbinding. Verder moet je de remote console functies aangezet hebben. En natuurlijk ook gezorgd hebben dat je toegang hebt tot het systeem. Nou, dat zul je hier bij onder andere de remote console allemaal kunnen instellen. Dus we gaan dat eens eventjes doen. We sluiten het console. We gaan terug naar de device list. En we pakken nu de volgende tool. Straks hebben we dus de firmware update gedaan. En we gaan nu de remote VE configure tool starten. Ook deze zal op afstand via de servo of de CCGX de instellingen uitlezen van de Multiplus systemen. Die instellingen worden gedownload op je laptop. En vervolgens kun je die met de lokaal geïnstalleerde VE configuration tool bewerken. Weer opslaan en weer uploaden. Er zitten wat slagen. Het gaat allemaal automatisch. Dat zie je zo direct. Hè, maar dit is hoe het werkt. Ik deed trouwens iets verkeerd. Ik deed upload, maar ik moet natuurlijk eerst een download doen. Ook dit duurt een aantal minuten. Dat is wel goed om dit eens even met je te doen. Dan heb je echt de hele configuratie van het ESS een keer gezien. Mocht je dit echt zelf een keer willen doen. Ja, het kan. Hè. Er zijn mensen die dit dus nu zelf bouwen. Er zijn goede manuals beschreven. Maar ik laat het je ook gewoon eventjes in dit hele proces een keer zien. Die VE Configure bestaat eigenlijk uit twee tools. Eerst heb je de busconfiguratie. Dat is waar we nu in zitten. En straks gaan we naar de Configure tool die de individuele componenten gaat configureren. Als je een helemaal schoon systeem hebt, dan zul je in dit scherm, in dat lege scherm, zul je dan een aantal systemen aantreffen die nog niet geconfigureerd zijn. Dat zie je omdat die systemen dan grijs zijn. Terwijl in mijn configuratie hier zijn die al netjes verdeeld. Maar het idee wat je dan doet, dat is dat je de computers, of de computers, de multiplussen verdeelt over het aantal fases. Nadat je eerst hebt aangegeven dat je in een driefase systeem werkt. Ik hoef dat nu niet meer te doen, want dat deel van de configuratie is wel bewaard gebleven na de firmware update. Dus ik zie hier netjes de fases L1, L2, L3. En dat die systemen ook al geconfigureerd zijn voor die fases. Dus ik hoef hier verder niks meer aan te veranderen. Maar ik kan hier wel doorklikken naar de individuele instellingen van het device. Dat doe ik met mijn rechtermuisknop. Ik kies VE Configure Multi.
Je ziet hier nu de configuratieinstellingen voor de eerste multi van de drie die we moeten configureren. Ik loop een aantal van de tabbladen met je door die je kunt instellen. Als eerste, nou ja, de systeemfrequentie die is wel duidelijk. Wij werken hier in Nederland, Europa met 50 Hz. Dan zie je hier een belangrijke instelling, de AC Input Current Limit. Stel deze waarde in op de waarde van je huisaansluiting. Dus als jouw huisaansluiting 3 keer 25 ampère is, dan maak je daarvan 25 ampère. Je kunt hem eventueel ook verlagen als jij parallel aan je ESS bijvoorbeeld nog een laadpaal of een warmtepomp hebt staan. Dan kan je deze waarde bijvoorbeeld verlagen naar 16 ampère of 18 ampère. Het zal in ieder geval ervoor zorgen dat ESS zelf nooit meer ampères zal vragen dan dat er beschikbaar is op je huisaansluiting. En als je dus ook een laadpaal hebt, dan zul je dus de huisaansluiting moeten delen met je laadpaal. Vandaar dat het wel handig is om hier dan een maximale waarde in te geven. Overige instellingen gebruik ik niet. De battery monitor die zou je kunnen gebruiken. Je kan hem aanklikken. In ieder geval wat je daar moet aanvullen, dat is de capaciteit van je batterij. Maar we kunnen dit straks ook in de ESS Wizard doen. Dus het is niet per se noodzakelijk. In mijn situatie is dat 1200 per uur. Die vul ik hierin. Andere waardes die ik dan verander, dat is dat ik deze waarde op 95% zet. Charge efficiency kan op 1 blijven staan. Nogmaals, deze waarden worden straks aangepast, ook door de ESS configuratie. Wizard, maar dat kun je hier alvast op die manier doen. Het grid staat in mijn geval al ingevuld. Dit mag je maar één keer instellen. Dat kun je ook maar één keer instellen. Dat hoef je ook maar één keer in te stellen. In dit geval is dat deze instelling die voor Nederland ook van toepassing is. Deze instellingen vergeten we ook. Power Assist is een hele mooie functie, maar die wordt door het ESS overruled. Dus die vergeten we ook even. De Charger, ook dit kunnen we direct met de ESS configuratie wizard instellen. Maar je zou hier al kunnen kiezen voor een lithium batterij. Ik heb daar zelf overigens ooit een keer een configuratie voor gemaakt. Dat is deze. Nou, dit zie je niet op het scherm. Nou, nu wel. Die vult al een aantal waardes in die we straks al kunnen gebruiken in de configuratie. Virtual switch, die schakel je uit. Die gebruiken we niet. En dat geeft ons ook de mogelijkheid om dan vervolgens naar de assistenten te gaan. En het eerste wat we doen, dat is een add assistant. Het is vervelend dat het scherm bij jullie niet wordt geüpdate. Maar ik kan hier een aantal assistenten nu in het scherm selecteren. Nou, ik doe het scherm even iets anders, want het ging niet helemaal lekker. We hebben nu de ESS-assistent gestart en ik loop eventjes de schermpjes met je door. Je moet je realiseren dat je de ESS-assistent op elk van de drie multis gaat installeren. Maar op de eerste, in mijn geval is dat dus L1, zullen ook de batterijspecificaties worden uitgevraagd en worden verwerkt. Met name dat je ze voor alle drie installeert is belangrijk, omdat je wellicht ervoor gekozen hebt in jouw setup om een PV-omvormer ook aan de buitenkant, dus aan de AC-out zijde van je multi te configureren. Als je dat doet, komen we zo op, dan moet je die ook per fase apart configureren. Dit is het scherm wat je daar onder andere even over waarschuwt. Het eerste wat we doen, dat is een keuze maken voor een batterij. Nou, in onze situaties kiezen we eigenlijk alleen nog maar voor Livepo batterijen, lithium, ijzer, fosfaat batterijen. En dan heb je de keuze of je kiest een batterij met een BMS wat vanuit de batterij kan interfacen met het Victron systeem, dus met de servo of de CCGX. Of je kiest een laten we zeggen, een domme batterij waarbij het BMS verder wel gewoon helemaal de cellen bewaakt en de batterijspanningen bewaakt, maar dat niet interfaced met jouw systeem. Dat is onder andere hoe wij op dit moment batterijen bouwen. We willen namelijk niet dat de eindklant te veel configuratiezaken kan veranderen die van invloed zijn op het gedrag van de batterij. Nadeel is dat je dan een stukje informatie mist die accuraat bijvoorbeeld de state of charge weergeeft. Dus in die situatie plaatsen wij het standaard BMS, een smart shunt BMS van Victron,
zodat we toch nauwkeurig kunnen meten hoeveel energie er in en uit de batterij gaat. Maar we hebben geen individuele informatie van de cellen, zoals topspanning, lage spanning, hoe is de synchronisatie, een aantal andere stukjes informatie. Maar Victron is natuurlijk een hele open omgeving. Je kunt dat ook later uitbreiden met een BMS, wat dat wel kan, of je hebt batterijen die er misschien wel in voorzien. Dat kun je hier dan al kiezen. De volgende waarde die je opgeeft, dat zag je net ook al bij het starten van de configuratie, dat is de omvang van je batterijcapaciteit. In mijn geval is dat 1200 ampère uur. De batterijtype hebben we net al gekozen, dat hoeven we dan nu niet meer te veranderen. Dan hebben we nog de waarde die gehanteerd wordt als de batterij leeg is. Als de batterij echt helemaal leeg is, dan zal het Victron-systeem een soort van nou ja, spanning proberen te hanteren, waarop de batterij dan toch nog in een gezonde status kan blijven. In dit geval is dat 50 volt. Dat is ook een goede waarde die je kunt kiezen, maar het kan ook afhankelijk zijn van het type batterij wat je gebruikt. Dus kijk in dat geval ook even naar de specificaties die er bij de batterij horen. Dat geldt ook voor dit venster. Hier staan default andere waarden ingesteld. En die waarden, in ieder geval voor mijn batterij, geven die het effect dat al vrij snel door het systeem wordt gerapporteerd dat de batterij leeg is. Terwijl dat helemaal niet het geval is. Het is gewoon een kwestie van welke spanning moet voor jouw situatie een soort van signaal afgeven dat nu er minder stroom geleverd mag worden door de batterij, omdat anders de spanning van de batterij te ver in zakt. Dus ook hier geldt dat deze waarden afhankelijk zijn van de batterij die je hebt. Dus overleg even met je leverancier van de batterij of met de batterij die je zelf hebt gebouwd. Maar wat je hier eigenlijk ziet staan, dat is dat als de spanning die er bijvoorbeeld normaal 50 volt bedraagt, dan is dat verder goed. Maar komt de spanning onder een bepaalde grens, dan zal de stroom, in dit geval de C-waarde, zal afgebouwd worden. En je ziet bijvoorbeeld dat bij een spanning van 46 volt, hè, dan mag je ervan uitgaan dat de batterij al behoorlijk leeg is, dat de C-waarde, dus de stroom, dan gehalveerd wordt. Nogmaals, check met je batterij voor de verdere specificaties en het gedrag wat de batterij vertoont bij bepaalde spanningen. Als de batterij echt helemaal leeg is, dan moet er een minimale spanningverhoging zijn, wil de batterij weer in gebruik genomen gaan worden. In de meeste gevallen zal jouw lader in de multi ervoor zorgen dat de batterij dan weer geladen wordt. Of als je een MPPT-lader hebt, dan zal die ervoor zorgen dat de batterij in ieder geval weer op een gezonde spanning terechtkomt. Dit scherm geven we aan of wij gebruik maken van inverters, PV-inverters, die aan de uitgang van de multi zitten. In mijn geval is dat zo. En ik heb die omvormer alleen aangesloten op fase 1, L1. Dus dat is deze omvormer die ik nu op dit moment aan het configureren ben. Dus ik zeg hier yes. Wat er gaat gebeuren in sommige situaties, dat is dat de omvormer bestuurd zal worden door de multi. Dat betekent dat dus de omvormer, de PV-omvormer die je hebt, ook geschikt daarvoor moet zijn. Dat werkt via het SunSpec-protocol. Dus check ook hier met de leverancier van jouw PV-omvormer of die dit ondersteunt. De sturing vindt dan plaats aan de hand van frequency shifting. Met andere woorden, als de batterij vol is, maar de zon schijnt nog volop, dan kan in sommige situaties de energie van jouw zonnepanelen niet verwerkt worden door de multi. Bijvoorbeeld als het grid uit is. En in dat geval wordt door de multi de frequentie verschoven, waardoor de PV-omvormer weet, ik moet even op een lager tandje gaan werken. Of ik moet zelfs misschien helemaal uitschakelen. Dat is wat je hier instelt. Realiseer dus dat deze instellingen ook moeten passen bij de omvormer van jouw PV-installatie. Ja, ik heb een SolarEdge-omvormer. Dus ik heb ook deze waarden laat ik corresponderen met de setup in mijn SolarEdge-omvormer. Tweede relevante waarde, dat is de omvang van je PV. Die mag niet groter zijn dan de omvang van de multi. Ik heb een 3000 VA multi. Met andere woorden, de maximale power die je kan genereren is 3000 watt. Je zou kunnen zeggen, ja, maar 3000 VA is niet gelijk aan 3000 watt. Dat klopt, maar in de regels die Victron hier opgeeft, zit hier trouwens heel mooi een linkje. De factor 1 rule, die kun je aanklikken. Dan krijg je een pagina die dat aspect helemaal goed voor jou beschrijft. Maar realiseer je PV-omvang mag nooit groter zijn dan datgene wat de multi kan verwerken. Het kan wel zo zijn dat jouw PV-panel power hoger is, bijvoorbeeld
4000 watt, 4000 watt piek. Maar dat jouw omvormer dat heeft begrensd op 3000. Het gaat om die waarde die de multi kan verwerken. Met andere woorden, andersom geldt ook, als jij een 4000 watt omvormer neerzet, maar er zit maar 3000 watt piek vermogen aan panelen achter, dan voldoe je nog steeds aan de factor one rule. Het laat je dan nog even zien wat we allemaal geconfigureerd hebben en daarmee is eigenlijk de configuratie klaar. Kunnen we die opslaan en uploaden naar de multis en vervolgens het systeem in gebruik gaan nemen. Nou, dit is eigenlijk de hele setup die je nu in twee delen van me hebt kunnen zien. Eerst hebben we de hardware gedaan. Ik heb je verschillende tips en trucs over hardware gegeven. We hebben nu de softwarekant gedaan. Dus de ruwe configuratie tot en met een stukje fine-tuning met middels VE Configure. Het is een best wel langdurig proces. Dus doe dat overdag, niet 's avonds, want dan zit je in donker. Bij mij is het nu weer allemaal in gereedheid. Het draait weer. Nou ja, ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Mocht dat zo zijn, waardeer het. En anders hoor ik het ook graag. Dan heb je nog vragen. Onderin de video van YouTube kun je de comments kwijt. Ik zal nog een nieuwe video gaan maken met wat tips en trucs over het ESS. En ik zit er ook aan te denken om daar iets meer uitleg te geven over load balancing in je eigen microgrid, in je eigen huisomgeving. Zeker belangrijk als het gaat om de afstemming tussen zware gebruikers, je huis en het ESS en hoe strijdt dat allemaal op elkaar in. Nou, bedankt voor het kijken en andere keer weer. Goeie.